Ga je nog wat vertellen over dat moment van de Amerikanen na de Koude Oorlog? Ja, dat was wel mijn bedoeling eigenlijk. Want we hebben al gezien eigenlijk de directe aanleiding in 2003 en wat er gebeurd is. En dat het natuurlijk een kapitale mislukking is geworden. De oorlog in Irak, hè, hebben we het over. Maar eigenlijk wou ik helemaal terug naar het eind van de Koude Oorlog. Want dat was natuurlijk, je realiseert je dat eigenlijk pas als je erover na gaat zitten denken. Aan de ene kant was het voor de Amerikanen natuurlijk hartstikke fijn dat de tegenstander gewoon ineens besloot om ermee op te houden. Gorbatsjov. Ook zonder eigenlijk daarvoor veel te kunnen of te willen incasseren dat imperium prijs gaf. Oost-Europa, Centraal-Europa, de Balkan. Waar nu Poetin zo boos over is, ze hebben het gestolen. Nee, Gorbatsjov heeft het wel degelijk, laten we zeggen, het bootje het ruime sop laten kiezen. Wat hem enorm siert. Ik bedoel, het had een enorm bevrijdend effect. Maar je moet je voorstellen dat het hele Amerikaanse militaire apparaat, de hele Amerikaanse strategische positie, zoals opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog, natuurlijk afhankelijk was van de tegenstander. Zoals mensen in een slecht huwelijk. Hè? Want als daar een van de beide partijen doodgaat, dat schijnt zo te zijn, ja, heb ik ooit gelezen, dat in slechte huwelijken treurt de achterblijvende meer dan in goede huwelijken. Want die achterblijver denkt natuurlijk, die mist ten eerste zijn ruziemaatje, niet waar? En hij denkt waarschijnlijk ook van, oh jee, had ik het toch maar beter gedaan, meer dit en meer dat, of minder zus of minder zo. En zo was het eigenlijk in zekere zin met de Verenigde Staten toen de Koude Oorlog natuurlijk vrij plotseling afgelopen was. Want je had dat immense militaire apparaat, het grootste militaire en duurste militaire apparaat ter wereld. Dat hele strategische idee dat Amerika het Westen, hè, Plato en daarna van Plato to NATO had je ook zo'n boek, heette ook zo. Dat was een beetje het idee. Dat was plotseling verdwenen. Je bent geweldig aan het boksen, je bent geweldig getraind en ineens vertrekt je tegenstander, die vertrekt en gaat een kroket zitten eten in de kantine van de boksschool. Nou ja, al heel snel was de kroket op in de kantine, maar even bij wijze van spreken. Dus ook voor Amerika was het een enorm diep ingrijpende gebeurtenis. Wat nu? We zijn onze tegenstander kwijt. We zijn de hele ratio van dat immense militaire apparaat zijn we kwijt. Wat is het beleid wat we voeren moeten? Nou ja, je hebt wel eens de indruk dat de Amerikanen eigenlijk sinds die tijd in een soort van ontheemding op zoek zijn naar nieuwe tegenstanders. Want ja, hadden we 9-11 natuurlijk, toen was het natuurlijk het agressieve, het islamofascisme, weet je wel. Dat zou deze hele eeuw zou gedomineerd worden door een gruwelijke, bloedige strijd tegen het islamofascisme. Daar hoor je de laatste tijd helemaal niks meer over, maar dat was het. En ook bij dat gelul over dat China zo'n levensgevaarlijke tegenstander is en dat China streeft naar wereldmacht, daar zit natuurlijk een heel belangrijk element van projectie in. Amerika zelf is natuurlijk de machtigste natie op aarde. Dat zijn ze al, laten we wel eer wezen, dat zijn ze al natuurlijk sinds 1945. En zij willen dat dolgraag blijven. En daardoor projecteren ze die wens, naar mijn gevoel, deels op China. Wil China, kijk, wat China wil, denk ik, is dat ze ook zo'n positie toebedeeld krijgen. Want ze zullen zeggen, ja, wacht nou even. Wij zijn wel de eerste of de tweede, dat is ook altijd twist over industriële mogendheid op aarde. We zijn de grootste exporteur op aarde, dus wij willen wel lekker meetellen. En ze zijn in allerlei opzichten eerst door de Amerikanen heel positief behandeld. De Amerikanen hebben ze WTO lid gemaakt, World Trade Organization. De Amerikanen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de industrialisering van China. Hebben op grote schaal geïnvesteerd in China. Dat is nog steeds het geval. Dat is juist zo raar. Dan onder die laag van ideologische prietpraat, althans wat mij betreft, over de wereldheerschappij, niet waar, zit nog steeds een immens Amerikaans belang. Zij willen zich wat losser maken van China, maar ik heb begrepen dat er voorlopig nog niet zo heel veel sprake van is. Zij dat bijvoorbeeld een bedrijf als Apple ook grote investeringen in India doet.
Waar je uiteindelijk natuurlijk weer precies tegen hetzelfde geval zal aanlopen. Want ook India heeft 1,4 miljard inwoners. En stel voor dat het zich zou industrialiseren à la China. Wat ik denk niet het geval zal zijn. Gegeven het feit dat India totaal anders in elkaar zit dan China. Maar toch terug naar de Verenigde Staten. Dus je hebt het gevoel, ze missen een tegenstander. Wat nu? Wat moeten we nou doen? Wat zijn de conclusies die we als Verenigde Staten moeten trekken uit het eind van de Koude Oorlog? En in der tijd zijn er al vrij snel drie alternatieven aangeboden van mensen die zeiden van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En ik denk dat het beroemdste van die alternatieven, maar misschien niet het invloedrijkste, was Fukuyama. Fukuyama heeft eerst zo'n artikel geschreven, The End of History and The Last Man. En vervolgens heeft hij dat, je kunt veel beter dat artikel lezen, staat er alles in. Want daarna heeft hij er een boek van gemaakt, staat ook alles in, maar al erg veel overbodige letters, zal ik maar zeggen. En wat is de theorie van The End of History? Dat natuurlijk, hij bedoelt daar niet mee het einde van de evenementiële geschiedenis, want die gaat gewoon door, dat begrijp je. Maar het eind van het alternatief, zijn theorie is, er is in feite geen alternatief voor de liberale westerse orde. Die heeft allerlei varianten. Je kunt Denemarken, hoort daarbij, en de Verenigde Staten hoort er ook bij. Nou, dat zijn twee grondig van elkaar verschillende samenlevingen. Of je kunt Nederland nemen, zo je wil. Er zijn varianten. Ik zal maar zeggen, Nederland en Frankrijk behoren zelf binnen het kader van de liberale orde. En het alternatief was natuurlijk, in de 20e eeuw hadden we twee alternatieven gehad. Namelijk het fascisme, met zijn corporatistische ideologische inhoud, plus natuurlijk het wereldcommunisme. Verbeeld in het bijzonder door de Sovjet-Unie. En later, aanvankelijk speelde China daar natuurlijk helemaal geen rol, later ook een klein beetje door China. En de thematiek is dat eerst is het fascisme verslagen natuurlijk, door zowel de communisten en de liberale wereldorde in samenwerking. En nu was plotseling het communistische, bolsjewistische alternatief, als je het zo wil noemen, is ingestort. En was eigenlijk een verlang daarna om ook zodanig georganiseerd te raken dat ze die enorme, laten we zeggen, technologische ontwikkeling die het Westen steeds doormaakte, dat zij dat ook wilden. Terwijl ze hadden allemaal, zoals je weet, altijd oude spullen hadden, nooit iets werkt. En daar gaan de DDR kijken en dan weet je hoe het zit. We hebben laatst het BBB-museum, als je dan die aandoenlijke rommel van de vorige jaren 50, dan zie je pas hoe ingrijpend ook onze samenleving veranderd is. Dat is de theorie van Fukuyama. Heb je dat niet gehoord? Er is nog maar één attractieve, werkende maatschappelijke orde. Ja. En dat is de orde van het liberale Westen.